13 jaar geleden zagen wij Spring Awakening voor het eerst met de grote Nyron Bernard en Iwan Rayon. Wie had kunnen denken dat ik anno 2023 me nog steeds kan vergapen aan deze prachtige musical. De versie van Opus One. De veteraan en voor mij de nieuweling. Zeker. Ja, absoluut. Ja, je was weer fantastisch. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Is het nog nieuw voor je, deze rol? Ja, absoluut. Want ondanks dat ik nu zeg maar 3 jaar achter elkaar speel, heb ik het in hoeveelheden niet zo heel vaak gespeeld. Dat valt dus heel erg mee. Dus er blijft nog heel veel te ontdekken en tussendoor ook allemaal ander werk gehad, andere dingen gedaan. Dus je merkt dat je er rustiger in wordt. En dat is heel prettig om te merken. Dat ik veel meer kan denken, oké, wat ga ik vandaag eens doen? En dat ik weet dat het altijd goed is. Zonder dat ik meteen alleen maar energie moet geven. Dat ik de eerste keer bijvoorbeeld heel hard deed. En Valerie kijkt jou aan alsof ze denkt, had ik maar die rust al. Nou ja, het is heel erg zoeken nog. Ik vind het ook wel heel erg leuk om elke avond wat nieuwe dingen te proberen. En ja, de rol wat eigen te maken. En ja, het is dan heel fijn dat Jules een tegenspeler is die het inderdaad wel al zoveel rust heeft. Ja. Die mij wel echt die stabiliteit zeg maar kan brengen. Nee, ja. Jullie hebben een prachtige scène met lente zomer. Ja, het is een prachtige scène. Ook heel anders dan de rest. Nou, en ik denk dat het echt een soort rust of zo geeft ook in het stuk. Tom, jou ken ik nog van Musical Camp. Dat is heel lang geleden, Maar ik heb het onthouden. Nou, knap. En zie daar, dan sta je in een van de meest klassieke musical titels. Ja, precies. Hoe is je dat gelukt? Ja, hoe is me dat gelukt? Ik heb inmiddels een opleiding afgerond. Dus ik zit nu in mijn laatste jaar van de Frank Sanders Academie. Dus dat is een grote stap in die richting. Ja. En nu sta ik hier. Ja, had je ooit kunnen dromen dat je meteen al Ernst kon spelen? Kunnen dromen wel, ja. Het is een hele mooie rol. Dus toen dit stuk voor de derde keer terugkwam, toen dacht ik, dat is wel sowieso een productie waar ik graag in wil staan. Maar deze rol is zeker ook wel een rol die bij mij past. En Menno, jou ken ik ook niet. Nee, wij zijn klasgenootjes. Wij zitten samen in het vierde jaar van de Frank Sanders Academie. En ik heb vroeger TMT gedaan. Heb ik daar meerdere producties van. En JMT. En JMT inderdaad. En nu mijn tweede professionele productie. Oh, tweede al? Ja, eerst we in de prom. Kunnen jou kennen. Eerst in de prom gestaan in het ensemble en nu als Otto in Spring. Ja. Oké, maar dat, bij de prom waren het er zoveel. Precies, ja. Dus, nu is het wel mooi om in een kleine clubje te staan. Ja, precies. Ja. Doe even een aanname, dat ik zie jou voor het eerst. Ben jij nieuw? Ik zit op dit moment in mijn derde jaar op Codarts. Dus dit is een stage voor mij, echt een super toffe Codarts stage. Pride. Ja, en dus ik moet nog een jaar hierna. Stage? Ja, dit is een stage. De rol van Ilse is een stage. Ja, het was echt fantastisch toen ik het te horen kreeg. Ik dacht, dit is al überhaupt heel tof om erin te zitten. Ja. Maar dat ik best een rol mag spelen, vind ik echt fantastisch. Dus merk jij dat je met een stagiaire zo'n sleutelscène zit? Nee, absoluut niet. Maar ik denk vooral terug aan dat ik de eerste keer was ik ook stagiair. Dus ik weet hoe het is. Om dit als eerste professionele productie te hebben en tussen allemaal mensen te zitten die het al eerder hebben gedaan of niet of wel. En dat is gewoon heel prettig. Ja. En ik vind het juist heel fijn om Valerie erbij te hebben. Toch ook een codartser waarvan ik denk, we spreken dezelfde taal. Dus dat is heel, heel prettig. Dat je denkt, we kunnen wel op elkaar bouwen. En het is elke avond anders, maar dat kan ook. Want we weten dat we gewoon altijd in het moment zijn en dat er altijd
als er gekke dingen gebeuren of als er een zin net anders gesproken wordt, dat die opgevangen wordt en dat we daarmee aan de slag gaan. Ernst, ja. Ik vind Henschen en Ernst, dat is een dat is van prachtig. De mooiste scènes in de geschiedenis. Ja, vind ik ook. En toch slaag jij erin om er iets nieuws aan toe te voegen aan jouw Ernst. Ja, dankjewel. Ja. De naïviteit was volkomen nieuw voor me. Die ja, voor liet. Ernst niet. Dus dat, daar zit hij al zijn hele leven mee. Maar ik heb ook de vorige versies gezien. Dus ja. Daar heb ik natuurlijk wel kunnen kijken. Dat ik dacht, oh, zo zit Ernst een beetje in elkaar. Ja. Maar ik heb ook wel geprobeerd om er totaal mijn eigen versie van te maken. En ik denk dat het enigszins... Schrijf die eens, jouw mijn versie van Ernst. Zo, dat is een goede vraag. Ik denk dat Ernst een hele lieve jongen is die heel veel wel doorheeft en op seksueel gebied nog heel veel niet doorheeft. En daarom ook mijn eerste zin dat ik zeg, ik zou graag dorpsdominee willen worden met een vrouw met appelwangen. Ja. Dat is hetgeen wat hij als ideaalbeeld heeft. En dan brengt Henschen hem met twee voeten terug op de wereld dat hij zegt, maar Ernst, volgens mij is er iets anders met jou aan de hand. Nou, een pluim voor deze beschrijving al en voor je performance. Dankjewel. Ten slotte, tegenover een veteraan die Spring Awakening al 13 jaar kent. Ik begrijp nog steeds niet waarom Ilse het laatste lied zingt. Ik denk dat dat, vanuit mijn eigen interpretatie, is het omdat ze door het stuk al, is zij de oudste. Zij is in een, ja, in een kunstenaarskolonie waar zij veel meer kennis, denk ik, heeft vergaard. Ja, dan de rest. En ik denk dat het juist zo mooi is dat zij dan die boodschap brengt tot het publiek. Ja. En eigenlijk echt die vierde wand doorbreekt. Omdat zij door het stuk heen al veel meer heeft meegemaakt dan de rest. Dus dat is voor mij een beetje waarom dat is. Ja. Opgelost. Ja. Dank jullie wel. These are the nominees for best book of a musical. Cyrano the Musical, Koen van Dijk. Ik zou het bijna vergeten, maar tegelijk met deze première van Spring Awakening was er ook een boekpresentatie. Koen van Dijk, de regisseur van Spring Awakening, presenteerde het dagboek Cyrano. Alles wat wij wilden weten over zijn roemruchte musical Cyrano, van geboorte tot de lange weg naar Broadway. Waarom hou je een dagboek bij? Omdat je denkt dat je iets meemaakt. En op dat moment maakte ik iets mee waarvan ik dacht, dit ga ik maar één keer in mijn leven meemaken. Ja. Dat bleek ook waar te zijn. Een musical schrijver die dan, mijn eersteling, die dan meteen geproduceerd wordt op Broadway. Ja. Dat heb ik daarna ook nooit meer meegemaakt. Maar niemand in Nederland heeft het meegemaakt. Dus... Uiteindelijk is het best iets om door te vertellen. Dat een minstens zo belangrijke medespeler in dit dagboek. Ja, ik kom er heel veel in voor. Ja. Het was ontroerend voor mezelf ook eigenlijk om te lezen. En dat je denkt van, oh ja? Oh ja? Oh. Nee. Ja, het geheugen is selectief blijkt. Ja. Je vergeet dingen, al veel onthoud je ook. Hoe eerlijk is Koen over jullie samenwerking? Koen is, ik vind het Koen heel straight, het heeft opgeschreven, heel eerlijk, ja. Ik verzwijg niet veel dingen. Nee, ik heb gewoon zoveel mogelijk mijn dagboek intact gehouden, maar ik heb wel hier en daar een alinea toegevoegd. En dat meld ik er dan ook bij, dat staat cursief. En dan schrijf ik, pas veel later zal ik begrijpen dat wat ik nu denk, dat totale onzin is. Ik heb het helemaal verkeerd begrepen. Dus dat staat er ook in. Heb je wel eens gedacht van, oh jee, als dat maar niet al te uitgebreid wordt besproken? Dat ene conflict dat we hadden? We hebben geen conflict gehad. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ja, als je kent Koen een beetje, je kent mij. Nee, geen conflict. Twee creatieve geesten. We hadden echt heel duidelijk de stormoendrang van twee jonge mannen nog. Hè. We waren eind 20. En... zonder conflicten en erg veel doorzettingsvermogen. Geen enkel creatief project zonder conflict met mensen en zo. Ja. Hoe eerlijk ben je over je conflicten met mensen? Ik vind dat ik eerlijk ben. Ik vertelde net, ik heb het aan Ad van Dijk, de componist van Cyrano, laten lezen. Omdat ik zeker wilde weten dat ik niemand voor het hoofd stootte. En hij zegt, ja, je mag dit wel opschrijven, want je bent kritisch op andere mensen, maar je bent vooral kritisch op jezelf. Dus, ja, ik denk dat ik daar eerlijk in ben en ik laat weinig weg. Ten slotte, is het ook een leerzaam boek voor aspirant musicalmakers? Ja, met name omdat ik heb besloten om dat alle dingen die je zo tegenkomt bij het maken van een musical, om dat in hoofdstukken apart aan het eind van het boek te bundelen. Daarbij speel ik een beetje Leentje Buur mee met mijn eigen column die ik op Facebook schrijf. Ja.
Dus een aantal dingen die ik daarin heb geschreven, komen hier ook weer in terug. Dus vandaar. Mensen die nieuwe musicals willen maken, daar is het voor. Onthul eens één tip die jonge musicalmakers kunnen peuren uit dit boek. Nou, de grootste tip is dat je moet, als je denkt ik kan een musical schrijven, dan moet je daar ook in geloven, anders moet je niet aan beginnen. En dan is het eigenlijk gewoon echt doorgaan en niemand koopt het voor het af is. Dan weet je dat vast. Ja.